Hey, goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Hashtag Nieuwsgierig. En vandaag hebben we weer een nieuwsgierige vraag. Een paar maanden geleden heb ik van 2000 euro 10.000 euro proberen te maken als daytrader. En dat ging niet helemaal lekker. Nee. Min 460. Holy shit, nee. Ja, en in die video kon je zien dat ik heel veel verschillende munten heb gebruikt om te handelen. En tussen al die duizenden cryptomunten zit er ook een hele hoop dubieuze munten. En nu de crypto-hype ook de influencers heeft bereikt, zie je dat heel veel influencers, waaronder dus ook Kim Kardashian, munten aan het promoten zijn op hun social media kanaal. En voor wie het niet weet, dit is Kim. Een van de allergrootste influencers ter wereld. Kim promote onlangs nog de dubieuze munt Ethereum Max. En laat je niet door de naam verleiden, want het heeft niks met Ethereum te maken. Ethereum Max was nagenoeg dood, maar na een flinke pump is hij weer net zo hard gedumpt. Ja, en Kim is niet de enige. Ook in Nederland zijn er influencers die op hun social media kanalen munt aan het promoten zijn. Ik ben geen financieel adviseur, maar ik heb er niet misgezeten. Morgen is trouwens ook de dag van Elon Sky dat hij gelanceerd gaat worden. Al deze duizenden dubieuze munten bij elkaar worden in de volksmond ook wel hypecoins, shitcoins of soms zelfs scamcoins genoemd. Want alleen de early adapters of de oprichters worden er rijker van. En daarom ben ik wel eens benieuwd hoe moeilijk het is om je eigen scamcoin op te richten. Dat is precies wat ik deze aflevering ga doen. Maar voordat ik mijn eigen munt ga maken, ben ik uitgenodigd door de Universiteit van Nederland. Ik heb een afspraak met Paulo Rodriguez. Hij is een master in finance en hij vertelt me waarom crypto op dit moment zo populair is. Well, it's a new technological development. It has a lot of potential, has a lot of promises to solve certain problems. And what comes in crypto, big addition is the big price increases. That obviously generates attention. People see other people making money. Yeah. They have fear of missing out. Yeah, the FOMO. Exactly. Yeah, and the then famous they FOMO. Start to invest, right? Yeah. And then sometimes people forget to make sure that the investment also makes sense. And in these kind of situations, there's always people taking advantage of that. What are the risks for people to invest money in crypto? The biggest risk, I will say, is that you lose your money to a scam. Fear of missing out kicks in and then people start investing into that coin. So that means that you sell your position to the willing buyers that basically start buying into that appreciating coin. Once that you are sold, you know, there is no generating demand anymore eventually. Yeah. People basically realize, oh, that project actually doesn't hold the promises that it made, and then once people realize that there is nothing backing the coin, that it was a scam coin, right? Go back to zero. The pulling the rug, it will go back to zero. Dit is in het kort hoe een scam coin werkt. Het is tijd om eigen munten te gaan maken. En dat ga ik samen doen met de crypto-expert van Nederland, Michael van de Poppen. Ik heb zeg maar het gevoel dat als je een valuta maakt, een munt, dat het klinkt voor mij als een gigantisch project. Dat daar echt een heel groot bedrijf achter moet zitten, wil je een munt kunnen bouwen. Nou, dat is dus niet zo. Dus als wij nu een munt zouden willen maken, zou het kunnen doen? Ja. Nou, dan wil ik dat wel doen, want ik heb eigenlijk ook wel een idee voor een eigen munt. Ik wil hem niet echt gaan lanceren. Ja. Maar ik zat dus te denken, het moet een beetje kracht en vertrouwen uitstralen, zo'n scamcoin toch? En dan noemen we het de Iron Fist. Nou ja, die kunnen we gewoon creëren. Maar we gaan het dan wel op het testnet doen. Maar dit was wat je op het testnet doet, kan je in het echt ook doen? Exact. Goed, dan heb je een website. En die ziet er zo uit. En daar kan je eigenlijk alles invullen wat je wilt. Deze website is gewoon voor jou, mij, iedereen beschikbaar. Ja. Ik zie al staan token name. Ja. Nou, die hebben we dus net bedacht. Dat wordt Iron Fist, Strongest of Mall. Is het eigenlijk duur om een eigen munt te maken? Nee, het kost je een paar honderd dollar. Voor een paar honderd dollar creëer ik deze Iron Fist munt. Yes. Oké, en dan zie ik hier ook nog wat andere opties staan. Zoals Can Burn, Can Mint. Wat is het allemaal? Can Burn houdt in dat van een gedeelte van de transactie een aantal van die tokens verdwijnen of naar jou toe gaan of naar de holders toe gaan. Dus dan zorg je ervoor dat de supply minder wordt. Can Mint houdt in dat jij als eigenaar ineens uit het niks heel veel tokens erbij kan creëren en die vervolgens kan dumpen. Dat is eigenlijk hoe een rugpull werkt. Oké. Can Pause is dat jij zelf als eigenaar kunt zeggen van oké, ik pauzeer het hele project nu even of het hele blockchain. Dan kan er niet meer in gehandeld worden? Nee. Wat zou ik dan allemaal aanvinken? Dat burnen, dat minten wil ik dan aanvinken. Pauzeren is ook wel handig, lijkt me dan. Ja, zo, als je, ja. In principe de hele ruimte moet uit. Yep. En dan kan ik hier wat transactie fee dingetjes invoeren. Ja. Zie ik. Hier kan je dus aangeven hoeveel fees je betaalt over iedere transactie en hoeveel er daarvan gebeurd wordt. Oké,
En kan ik ook bepalen naar wie het dan gaat? Ja, dat kan. Er staat receive address onder. Daar kan ik bijvoorbeeld gewoon mijn eigen wallet neerzetten. Ja, er staat adres onder. Dat kan je eigen wallet zijn. Maar dat kan ook een wallet zijn die niet bestaat, waar je niet bij kan. Dus dat zal echt verdwijnen. Okay. En er staat een knopje onder dat het gedistribueerd wordt onder de holders. Ja, die zie ik staan. En dan is het create token. Dan heb je een eigen munt. Als ik dit nu doe, dan hebben we een eigen munt. Ja, het is nu natuurlijk in een fictieve omgeving, maar in de echte omgeving is het precies zo. Exact zo, ja. Is dat echt zo makkelijk, joh? Helaas wel. Want dit kan je gewoon in een minuutje invoeren. Is er niet een instantie waar ik naartoe moet om dit, dat ze even een check doen wie ik ben, wat mijn intenties zijn? Je hebt gezien, je hoeft je paspoort niet in te vullen, je hoeft je verdere gegevens niet in te vullen. Dus waar wil je heen? Er is geen instantie voor op dit moment nog. En dit kan je ook helemaal anoniem doen? Ja. En dan kan je gewoon een anoniem social media account en dergelijke erbij. En dan dat gebeurt dus. Ik wil eigenlijk weten hoe ik een scamcoin nou gewoon echt kan herkennen. Allereerst, je moet checken of het team überhaupt wel bestaat. Als ik het team wil checken, je typt gewoon in de naam van de munt, de founders ervan zoek je op. En als je dan niks kan vinden, is het, neem ik aan, een red flag. Het zou op zich wel een basis zijn als we überhaupt een website hebben waar alles op staat. Maar meestal als het gewoon een community-driven protocol of marketing-driven protocol is, waarbij hoe meer holders er komen, hoe hoger de waarde van die munt wordt, dan kan je meestal wel vragen gaan stellen erover, ja. Als er vanaf het begin van het project mensen het gaan promoten, is het niet per definitie slecht. Alleen als mensen het gaan promoten dat ze er heel veel geld aan verdiend hebben, dan kun je er al wel vraagtekens bij stellen. Nu wij weten hoe makkelijk het is om een eigen munt te maken, ben ik benieuwd of influencers willens en wetens meewerken aan dit soort scamcoins of dat ze er zelf ook de dupe van zijn. Daarom heb ik zelf eventjes snel een website opgericht. Stelt niet zoveel voor. Dit heb ik alleen gedaan zodat ik nu een mailingadres heb. En met die mailingadres heb ik allerlei influencers gecontact die eerder dubieuze munten hebben gepromoot. En nu heb ik op de valreep een reactie gekregen van de manager van. En daarbij heb ik ook een heel deck gekregen. En dit spreekt wel een beetje boekdelen. Hier beginnen we bij de eerste slide. Influencer, model, presentator, crypto-enthousiast en een crypto-investor. En naar mijn idee is dit dan ook echt de beste influencer die we kunnen hebben voor onze Iron Fist munt. Nou, hier vertelt hij dat hij een eigen bedrijf heeft gestart, ook in de crypto. Dat is een open marketing crypto company. Dat is gewoon heel interessant verwoord voor ik promote crypto-munten op social media. En in principe is er niks mis mee, tenzij je willens en wetens je volgers wil benadelen. Dus daarom ben ik heel benieuwd hoe zij nu in de wedstrijd staan om het promoten van de Iron Fist coin. En daarmee ga ik ze dus ook voorstellen of ze mee willen werken aan een pump en dump. Ook al zou ik het niet zo verwoorden, ik zal het ietsjes anders verpakken, maar toch ben ik benieuwd of ze daar mee willen werken. Neem op. Hey, met Fred. Goeiedag, goedemorgen van Iron Fist. Hi, goedemorgen. Wij hebben mailcontact gehad met elkaar afgelopen dagen. Ik was ontzettend geenthousiasmeerd door de mail die je terug hebt gestuurd. Ik zie dat een echte influencer is als het gaat om crypto. Ik denk dat dit misschien wel een hele mooie samenwerking zou kunnen zijn, omdat wij zoeken dus een coinbooster. Ja. Nou, dat is perfect, hè. Er zijn, zoals je zelf weet, je bent nu bezig met een token, hè? Ja, dat klopt. Je bent nu zelf bezig met een token en je weet dat de adoptie nu een klein beetje aan het komen is, maar al trek je het over een langere periode, dan is dit natuurlijk pas het begin. Dus het is vrij logisch dat er nog weinig mensen zich echt mee bezighouden op grotere schaal. Ja. En die is gewoon al in crypto. Ja, dat lees ik je ook terug. Hij heeft zijn eigen bedrijf erin. Dat is gewoon een marketingbedrijf, toch? Als in hij promoot munten, professioneel. Ja. Dat is wat hij doet. Maar hij is nu ook bezig om alles zelf te boosten. Oké. Okay. Maar dat gaat uiteindelijk wel een portaal worden voor influencers die dus tokens de markt opbrengen wat dat betreft. Oh, jullie creëren nu. Jullie zijn nu een bedrijf aan het bouwen speciaal voor crypto-influencers. Juist. En is nu dan de eerste, maar het is ook dan zijn bedrijf. Ja. En dat is dus uiteindelijk op het moment dat iemand een influencer wil hebben of een specifieke influencer wil hebben, dan kunnen ze dat gewoon doen via. Oké, duidelijk. En hij wil dat dus enerzijds dat educatief gaan doen. Ja. Aan de andere kant wil hij dus ook inderdaad projecten gaan promoten. Ja. Waarvan hij zegt van, hier wil ik ook wel mijn naam aan verbinden. Dus je hebt natuurlijk ook shitcoins die hebben totaal geen use case. Waarvan je zegt van,
Dat zou niet zo handig zijn om dat te doen, maar het moet niet obvious zijn dat het gewoon echt gaat om het geld verdienen bijvoorbeeld. Nee, oké. Daar moet je voor passen. Hebben jullie een soort van pakket, een standaard basispakket, als ik wil samenwerken met voor? Misschien doen we het een 50-50 constructie. Dus ja. Inderdaad, dat, de ene helft wordt gewoon betaald. En de andere helft wordt dan bekostigd in de kopen. Ja. Dan hebben wij een beetje zekerheid en aan de andere kant kunnen we dan ook meegenieten op het moment dat het ook inderdaad gewoon de lucht in gaat. Hij heeft natuurlijk gewoon, wat dat betreft, kan hij heel veel mensen bereiken. Wat is zijn bereik op die platformen? Als je wanneer je het hebt over TikTok, dan heb je toch wel over de 6 ton, 7 ton? 6, 7 ton. Ja. Als we eenmaal die munt lanceren, en dat zijn natuurlijk ook hele mooie kansen denk ik voor jullie. Wanneer er een flinke stijging wordt gecreëerd, want dat wil je natuurlijk creëren met de hype, is dat we rendement willen pakken direct voor het project. Want je investeert natuurlijk ontzettend veel. Dat rendement zouden jullie ook kunnen pakken. Dus dat wil zeggen dat op het moment dat de eerste golf omhoog er is, dat wij wel al een groot deel van onze aandelen verkopen. Maar via een minting systeem kan je ook weer tokens bijmaken. Waardoor je weer zeg maar hetzelfde hoeveelheid portfolio krijgt, maar wel gelijk aan het begin al een stukje rendement kan pakken. Juist. Zouden jullie daar iets voor voelen om dat ook zeg maar dat we dat met z'n allen kunnen doen? Ja, tuurlijk. Dus in de eerste hype, in de influence, zeg maar op het moment dat de campagnes lopen met de influencers en de hype heel hoog is en de stijging groot is, dan pakken wij onze eerste rendement. En dan vervolgens minten we er een hoop bij, waardoor ons portfolio gelijk blijft, maar we wel gewoon gelijk rendement pakken. Ja. Oké, nou top. Daar ben ik erg enthousiast over. Ik ben blij dat jij er ook erg enthousiast over bent. Heb jij voor mij de cijfers van... Kan je die naar mij mailen, naar hetzelfde mailadres? Dan zorg ik dat je aan het eind van de week van ons het hele afgemaakte deck hebt. Ik heb een dubbel gevoel overgehouden aan het telefoontje met de manager van... Aan de ene kant heeft hij heel duidelijk aangegeven dat hij niks met shitcoins te maken wil hebben. Aan de andere kant, als ik dan een pump en dump voorstel in andere verwoording, dus vroeg rendement pakken en dan minten we vervolgens munten bij, zodat ons portfolio gelijk blijft. Dit waren dus precies de red flags die Michael ons leerde voor een echte scamcoin. Ja, daar staat hij dan welwillend tegenover. Dus je zou moeten denken dat hij dan precies zou weten hoe zoiets in zijn werk gaat. Ik kan er geen harde conclusies aan verbinden en dat vind ik jammer. Want ik had eigenlijk gehoopt dat hij had gezegd, nee, daar doen we niet aan mee. We gaan niet direct winst pakken. Maar goed, misschien heeft hij het verkeerd begrepen. Dit was het dan voor deze week. We weten nu hoe makkelijk het is om een munt te maken. Daar waren we nieuwsgierig naar. En dat is eigenlijk schrikbarend makkelijk. En dat is niet alles voor deze week. Ik heb namelijk ook nog een podcast opgenomen met de Universiteit van Nederland. Die kan je vinden in de beschrijving. En onthouden, de Iron Fist munt, hij bestaat niet. We hebben hem niet echt gelanceerd. Dus als je hem ooit een keer tegenkomt, hij is niet van ons. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een gierig gastvideo. En dan zie ik je dan. Later!